Hey mensen van Jacinta, ik ben Jacinta en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag bij de Jelly Bean fabriek in Californië en het waait eigenlijk best wel hard. Het is hier ook niet heel erg heet, maar moet je eens even kijken. Deze Jelly Bean auto, hij is gewoon echt geweldig. Dit is echt zo vet, Harry Potter, maar dan van jelly beans gemaakt. Oh my god, dit is echt allemaal van jelly beans gemaakt. Echt zo cool. Jullie zien mij trouwens straks de hele tijd met dit hoedje oplopen, want die moet iedereen hier opdoen. Maar echt alles is van jelly beans. De muren zie je daar achter mij, maar ook de grond. Dit is echt geweldig. Once the trays are filled, the box continues down the line where lids are added. Then a shrink wrap is sealed around the box using just the right amount of heat to keep everything together. Hier staat dus iets en als je op deze knop drukt, dan kan je het hier ruiken en dan weet je hier wat het antwoord is van de geur. Boter popcorn. En if you look even closer, we have a treasure. Oh, moet je kijken, al deze kleurtjes. Het ziet er zo vrolijk uit. Oh, ik wil het echt allemaal eten. Oh, kijk wat mooi. Allemaal verschillende kleuren jellybeans door elkaar. Gewoon één lange rij. Kijk hoe leuk er zijn van die jellybeanen machientjes. Echt heel schattig. Ja, ik denk een soort kauwgomballenmachine, maar dan voor jellybeans. Kijk, deze lift is van Candy Corn. Dit heb je volgens mij niet in Nederland, maar dit is ook echt super lekker zoet. Kijk, echt heel erg leuk. Hier heb je zo'n zak en er zit gewoon van alles wat in. Als het goed is, is dit karamelkoor. Ja. Dit is heel erg lekker zoet. Echt heel lekker. Dit is chocoladepudding. Ja, het smaakt heel sterk naar chocola. Misschien wel een beetje te, maar het is wel lekker. Je kan wel echt proeven dat het chocola is. Oh, dit is marshmallow. Dit is geroosterde marshmallow. Deze. Ik hou van marshmallow. Oh. Dit is een beetje een hele aparte smaak. Nou, dit is de minst lekkere tot nu toe. Maar die andere waren ook best wel heel lekker. Suikerspin, deze roze. Ja, die is lekker en die ziet er heel leuk uit. Dit is Jeff'n Up. Deze heb ik nog nooit gehad en ook nog nooit van gehoord. Deze is echt heel lekker fris. Het smaakt echt naar Jeff'n Up. Ook heel erg citroenig, zeg maar. Dit is pannenkoekensmaak. Ik was er even kwijt. Ik moet even zoeken. Met stroop. Het smaakt heel apart. Deze is best wel lekker. Ja. Een hele bijzondere aparte smaak, maar je kan wel proeven dat het pannenkoek is. En dit is zo'n candy corn. Niet echt een jelly bean, maar deze is ook echt super lekker. Heb ik wel eens eerder gehad. Het ziet er wel echt heel leuk uit. Heel erg lekker zoet. Ik denk dat de allerlekkerste karamelkorn, candycorn en de 7-Up was. De 7-Up was echt heel erg lekker fris.
Dit zijn een soort Maltesers en deze zijn echt zo verschrikkelijk lekker. Daar wil ik echt wel een hele zak van. Dit ziet er trouwens ook zo schattig uit. Van die kleine jellybean bakjes met zo'n klein schepje. Echt te aandoenlijk. Oh my god, dit ding is echt zo leuk. Als je hier aan gaat draaien, dan gaat die jellybean zo'n tok, 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 tok. En dan valt hij hierin. Oh, dat is echt zo schattig. Echt geweldig. Oh, kijk, hier heb je ook zo'n jellybean spel. Maar dan, eigenlijk gewoon de Bean Boozle Challenge. En hier kan je aan draaien. En dit is dat wijstokje. Echt zo leuk bedacht. Deze is ook echt super groot. En daar heb je ook nog een hele dikke versie van. Oh, ik ga het maar niet proberen. Ik weet nog wel, toen ik de Bean Boozle Challenge deed, het was echt zo verschrikkelijk. Ik vond het zo vies. En ik was echt zo blij als je die tandpasta had. Een andere smaak, weet ik niet meer. Even kijken, het staat hier wel op. Ja, blueberry of tandpasta, dat was de allerlekkerste. En weet je, als je gewoon alle lekkere smaken hebt, dan is er niks aan de hand. Maar als je zo'n vieze hebt, en vooral hondenvoer, die was echt om te kotsen. Echt heel erg vies. Zo apart wat ze allemaal van jellybeans hebben. Ik vind het echt heel raar. Is dit zeep of zo? Wat is dit? Ja, het lijkt op zeep. Ik heb geen idee wat dit is. Een jellybean kerstbal. Meen je deze? Er zitten gewoon allemaal jellybeans. Oh my god. Moet je deze pet zien met een varkentje? Dit is echt een heel fout petje. Echt heel fout. En waarom die varken erop staat? Ik heb echt geen idee. Ik zit nu in de wijn- en chocoladeproeverij en het ziet er echt heel erg lekker uit. Wij hebben wijn zonder alcohol, maar natuurlijk wel lekkere chocolaatjes hier liggen. Dat is goed, dat smaakt lekker. Mmm, dit is zo lekker. Echt heel goed. Oké, ik heb net alle chocola gehad en ik vond deze Engelse toffee super lekker. En deze zwarte chocolade truffel, die was ook echt heel erg lekker. En deze vond ik eerlijk gezegd niet zo lekker, dus die heb ik niet opgegeten. Oké, ik heb hier dus 3 vinegars. En hier moet je dus zo dit in je hand houden. Je hand erop. En je moet het voor 15 seconden gaan draaien of zo. Dan kun je eraan ruiken en dan moet je het proeven. Echt heel apart. Ik weet niet waarom je dit moet doen, maar het zal vast wel ergens voor zijn. Dit is trouwens de smaak raspberry. En ik heb chocolate cherry. En iets met orange chocolate. Oh, dit ruikt echt heel heftig. Oeh. Dit is heel, heel, heel sterk. Echt heel sterk. Oh, je moet er niet een te dikke slok van gaan nemen. Apart smaakje. Dan doe ik het bij deze. Dit is de orange chocolate. Dat kan je op fruit en chocoladecake, ijs en brownies doen, staat er. Het heeft een beetje dezelfde smaak als dit chocoladeding, vind ik. Niet echt mijn smaak, maar het is echt heel erg sterk, de orange. En dit is dus chocolate cherry. Ook voor ijs, cheesecake, fruit, dat soort dingen. Die ruikt wel lekker. Ja, maar ik denk dat ik de raspberry het allerlekkerste vind van deze 3. Was echt super leuk en ik heb ook een leuke goodie bag meegekregen waar allemaal lekkere spulletjes in zitten. Daar hou ik echt heel erg van. Als ik tijd heb hier in Amerika, ga ik ze hier proeven en anders doe ik het gewoon lekker thuis in Nederland. Dat zie ik nog wel even. Ja, ik heb in ieder geval echt super veel zin in. Zoals jullie zien zit ik alweer thuis, alleen mijn planning is een beetje anders gelopen dan verwacht, dus dat wil ik graag even uitleggen. Ik was namelijk eerst van plan om jullie de factory tour te laten zien en dat ik daarna de goodie bag ga uitpakken van de Jelly Belly factory. Alleen ik ben dus met de goodie bag naar een vriendin en andere YouTuber geweest, namelijk Rosalie. En daar hebben we samen de goodie bag uitgepakt. Alleen dat duurde ook best wel lang. Dus als ik dat achter elkaar zou doen, dan zou de video echt een half uur zijn of zo. Wat dus niet heel handig is. Dus dan kan ik het beter in 2 keer doen. Dus vandaar dat ik nu eerst de factory tour plaats. En dat aanstaande woensdag de video met Rosalie komt. Waarin we samen de goodie bag uitpakken. Dus vergeet zeker niet te kijken. Maar aangezien Rosalie niet bij mij in de buurt woont, ging ik met de trein naar haar toe.
En ik had dus al een hele dikke tas bij mij. En ik was gewoon vergeten om nog iets anders mee te nemen wat ik van de Jelly Belly Factory heb gekregen. Namelijk 4 hele leuke Jelly Belly wijnglazen. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Maar hier staat dus een Jelly Bean op het wijnglas. En hier heb ik dus 4 van gekregen. Ik drink nooit wijn, want ik ben nog maar 16. Maar ik vind ze wel echt super leuk. Maar dit was de video dus alweer. Normaal gesproken plaats ik dus 1 keer in de week een video. Maar aangezien deze video een beetje anders is gelopen dan ik dacht, komt aanstaande woensdag ook een video online. Dus vergeet die zeker niet te kijken, want hij is ook echt heel erg leuk. En dan zie ik jullie hopelijk aanstaande woensdag weer bij een nieuwe video. Later!